Welkom bij de Voorkomen en Genezen 5.3 Biocast. Er is iemand die het verkoudheidvirus heeft bijvoorbeeld en die hoest in je gezicht. In dat geval raak je besmet met het verkoudheidvirus. De eerste periode merk je daar nog niks van. Je hebt nog geen ziekteverschijnselen. Dat is de incubatietijd. Dan krijg je de verschijnselen, de symptomen van de ziekte. De dokter komt, die onderzoekt je en die stelt de diagnose. Hij vertelt welke ziekte je hebt. Ook maakt hij een prognose. Hij vertelt hoe lang het weer duurt voordat je beter bent. En vervolgens de laatste stap. Je bent genezen. Deze 6 stappen moet je uit je hoofd kennen. Doordat Barbapapa van vorm kan veranderen, kan die uit zijn gevangenis komen. Datzelfde, het veranderen van vorm, kunnen ook de witte bloedcellen. Een witte bloedcel kan op die manier uit het bloedvat komen. En hij kan dus ook van vorm veranderen en zo een bacterie opeten. Dat is wat je hier ziet. Hij verandert van vorm en hij eet hem op. En kan de bacterie dus onschadelijk maken. Dat is een van de manieren waarop witte bloedcellen ziekteverwekkers bestrijden. De andere, deze manier is aspecifiek. Hij kan alle verschillende bacteriën opeten. En hier zie je een puistje. Dat zijn de afvalstoffen van de witte bloedcellen. En de afvalstoffen van de bacteriën die onschadelijk zijn gemaakt. Een andere manier is dat de bacterie die heeft aan de buitenkant van zich zitten antigenen. Daarmee kan die herkend worden. En een witte bloedcel die kan dan antistoffen maken. En die antistoffen die passen precies op zo'n bacterie. En daarmee kunnen ze zo'n bacterie onschadelijk maken. De tweede manier dus. De eerste is het opeten en de andere is het onschadelijk maken met antistoffen. Deze man, meneer Fleming, die was bezig met onderzoek en die zag iets wat bij zijn onderzoek niet goed gegaan was. Alexander Fleming is dat. En wat hij vond, dat was zo sterk, als hij het 800 keer verdunde, dan doodde het nog de bacteriën waarnaar hij onderzoek deed. En hij noemde het spul wat hij vond penicilline. Een schimmel die bacteriën doodmaakte doordat het de celwanden kapot maakt. Dit is de plaat zoals hij die zag. Die zigzagvorm, dat zijn bacteriën, Staphylococcus aureus, die daar groeiden. En op de plek onderin, dat rondje, waar de bacterie groeit, de penicilline, daaromheen konden geen bacteriën groeien. Een antibioticum. Hier zie je een plaatje van de grote griepmeting. De blauwe lijn in Nederland zie je het aantal ziektegevallen per 100.000 mensen in Nederland. En je ziet dat in de maand januari, van januari tot februari, dat daar de meeste ziektegevallen zijn. Hygiëne betekent het wassen van je handen, het niezen met een hand voor je mond of een zakdoek voor je mond, en het koken van je voedsel bijvoorbeeld, zodanig dat alle ziekteverwekkers die erin zitten doodgaan. Maar het belangrijkste van hygiëne is sanitatie. Het aanleggen van riolering heeft ervoor gezorgd dat de gezondheid in Nederland een heel stuk verbeterd is. Want tot die tijd poepten mensen in dezelfde gracht
als waar ze ook hun drinkwater uit haalden. Hier zie je de logo's van de GGD. Die zorgt voor de gezondheid in Nederland. En je ziet ook de Voedsel- en Warenautoriteit die al het eten wat wij eten controleert. De overheid heeft ook nog spotjes. Dit is iemand met de pokken. En dat zijn niet de waterpokken die jij gehad hebt toen je kind was, maar de gewone pokken, smallpox. En de man die hier dit kind injecteert is dokter Jenner. En dokter Jenner ontdekte, hij was een plattelandarts, en hij merkte dat melkmeisjes nooit de pokken kregen. En hij wijtte dat eraan dat de koeien in die tijd veel pokken hadden en melkmeisjes die dus met in aanraking kwamen met die koeienpokken niet ziek werden van de gewone pokken. Wat hij deed is dat hij een kind eerst injecteerde met de koeienpokken, met smetstof daarvan. En toen het kind daarvan hersteld was, injecteerde hij die met het pokkenvirus. En het kind overleefde de eerste vaccinatie. In die tijd vonden mensen dat nogal raar, vandaar dat hij deze sportprint gemaakt werd van mensen die allemaal koeien uit hun armen en hoofden groeiden. Maar tegenwoordig worden we allemaal gevaccineerd met verzwakte ziekteverwekkers van de gewone ziekte, waardoor als je later in contact komt met de echte ziekteverwekker, je lichaam die kan bestrijden en je niet meer ziek wordt. Dit meisje wordt gevaccineerd tegen het HPV, het humaan papillomavirus. Een virus wat genitale wratten kan veroorzaken, maar dat ook kan zorgen voor baarmoederhalskanker. Een virus dat ervoor zorgt dat er een kanker gaat ontstaan. Je ziet daar onderin het plaatje de baarmoederhals, een virusdeeltje, en dat kan ervoor zorgen dat er baarmoederhalskanker ontstaat, zoals je ziet aan de rechterkant van dit plaatje. Wanneer je nu gevaccineerd wordt tegen die ziekte, loop je geen kans om baarmoederhalskanker te ontwikkelen. Dit was hem alweer, de 15.3 Biocast. Veel succes met studeren, tot de volgende keer.